te horen krijgen dat je geen echte wetenschapper bent, maar ondertussen wel de Stevin-premie van NWO ontvangen voor je werk. Sommige wetenschappers doen het net even anders. Vanuit hun passie kiezen ze hun eigen weg in de academische wereld. In deze videoserie spreken we met een aantal interessante wetenschappers over hun loopbaanpad. We vragen waar ze tegenaan liepen en hoe ze hun passie voor de wetenschap konden volgen. Dat levert mooie verhalen op, zoals van Corine Prins. Corine, je bent voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, de WRR. En je bent natuurlijk hoogleraar hier bij ons, bij Tilburg Universiteit. En je zet je actief in om de veronderstelde kloof tussen wetenschap en beleid te dichten. En kun je vertellen hoe dat zo is gekomen? Ja, misschien allereerst maar een hele basale reden. Ik word betaald met belastinggeld, dus ik moet er iets voor teruggeven. Maar een meer inhoudelijke reden zit op het volgende. Ik vind het altijd belangrijk om over de schutting heen te kijken, zeg ik maar. Dat betekent met andere disciplines bezig zijn. Maar ook vanuit de wetenschap kijken, wat betekent dat nu voor beleid? En vanuit de vragen van beleid kan ik dan dienstbaar zijn met mijn wetenschappelijke inzichten. Dus voor mij is dat altijd inspirerend en belangrijk geweest. En dat beleid, dat is dan wat ze ook wel noemen opdrachtonderzoek? Of... Ja, dat is het ook. Dus ik heb in mijn loopbaan meerdere keren voor vooral het ministerie van Justitie en Veiligheid opdrachtonderzoek verricht om na te denken op een conceptueel niveau, dus echt een wetenschappelijk niveau. Wat betekent digitalisering voor het beleid en voor regelgeving? Wat maakt digitaal nou anders dan fysiek? Nou, dat is een hele ingewikkelde vraag. Ook voor concepten in het recht. Wat is eigendom in een digitale wereld? Maar dat klinkt als een hele fundamentele vraag. Ja, dat is het ook. We lopen hier in een fysieke wereld. Dat is heel tastbaar, dus eigendom, het eigendom van gebouwen. Maar in de digitale wereld is eigendom een heel ingewikkeld concept. Want je kunt alles is reproduceerbaar. Dus waar zit eigendom? En dat is een hele fundamentele vraag die ook in opdrachtonderzoek wordt uitgezet bij de universiteit. En dus fundamenteel wetenschappelijk onderzoek is. Maar ziet de buitenwereld dat dan ook zo? Dat er niet zo'n enorme kloof zou zijn tussen contactonderzoek en ongebonden onderzoek? Nee, kijk, ik praat heel makkelijk nu, maar ik heb er ook wel last van. Er zijn collega's, ook op deze universiteit, die mij een signaal geven, en ook anderen dus een signaal geven, dat als je bijvoorbeeld halftijds aan de universiteit werkt en dan nog eens ergens anders, dat je dan geen echte wetenschapper bent. Maar wat vinden ze dan een echte wetenschapper? Ja, kennelijk is er iets van een hiërarchie. In de zin dat als je voltijds aan de universiteit werkt, dat je dan een echte wetenschapper bent. En zodra je iets anders daarnaast doet, rechterlijke macht, de WRR, op een ministerie, dan ben je geen echte wetenschapper meer. Wat doet dat met jou? Je wordt in een hoekje gezet en je hebt je te verdedigen, waar ik op een gegeven moment geen zin meer in heb. Maar zeker voor jonge mensen die nog wat minder stevig in hun schoenen staan, omdat ze... bijvoorbeeld nog niet een reputatie opgebouwd hebben, ja, dan is het wel heel ingewikkeld om tegenwicht te bieden. We hadden het zojuist over dat je toch wel reacties krijgt dat je geen echte wetenschapper zou zijn. Maar ik wil even dit erbij pakken. Die staat normaal gesproken bij je thuis. Dat is de Stevin-premie die je hebt gekregen als wetenschapper voor een uitzonderlijke prestatie op het gebied van kennisbenutting voor de samenleving. Hoe is dat te rijmen met elkaar? Ja, voor mij valt het te rijmen natuurlijk. Ja. Ik vind het super dat ik deze heb gekregen. Als blijk van erkenning inderdaad dat ik topwetenschap verricht. Zeker. Wat je kunt uitdragen richting de samenleving. Waar de samenleving ook daadwerkelijk iets aan heeft. Het is een aanvulling op de Spinoza-premie die puur alleen voor wetenschap is. Juist ook om te laten zien dat je met wetenschap, met topwetenschap, enorm dienstbaar kunt zijn aan de samenleving, aan beleid en dat dat cruciaal is. Corine, zou jij een advies hebben voor collega's die denken, nou, ik wil eigenlijk ook wel een andere weg bewandelen dan het, wat ze noemen, klassieke loopbaanpad? Ja, nou, in ieder geval geniet ook van die keuze. Hou je rug recht. Hou je rug recht? Ja, hou je rug recht. Bijvoorbeeld als je vanuit de wetenschap beleidsadvisering ter hand neemt, hou je rug recht richting een politicus of een beleidsmaker die zegt, maar vindt u ook niet dat we deze keuze moeten maken? Nee, er is een verschil tussen wetenschap en beleid, politiek. Ja. Maar ook hou je rug recht richting collega's die zeggen, het is geen echte wetenschap. Dat is het wel. Leg het uit. Wees daarin ook gewoon
sterk voel je kracht. Ja, tegelijkertijd besef ik ook wel dat het makkelijk praten is van mij natuurlijk. Hoezo? Het gaat er ook om dat ik dan, die in die commissie zit, zeg... Nee, we hebben de stap gezet richting erkennen en waarderen. Er is meer dan alleen maar peer-reviewed publicaties. Er is ook op wetenschap gebaseerde beleidsadvisering. En dat honoreren we binnen deze prijzen, waarderingen en subsidies ook evenzeer. Het punt wat ik wil maken is dat de gevestigde wetenschappers ook hun best moeten doen in commissies, Venivici-commissies, een college van bestuur, een bestuur van de NWO. Allemaal gevormd ook door wetenschappers, dat wij een verantwoordelijkheid hebben om te faciliteren in van alles en nog wat prijzen, subsidies, dat er ruimte is voor erkennen en waarderen en voor die andere wetenschap. Corine, we naderen het einde van de wandeling waarin we het hebben gehad over jouw loopbaan. Maar nou zijn we hier bij een aantal pijlen die nog helemaal leeg zijn. Dus ik zou je willen vragen, wat gun jij de volgende generatie? Nou, de volgende generatie gun ik absoluut minder een rat race dan het nu is. Maar ik gun de volgende generatie ook iets waar ik zelf nog steeds enorm van geniet. En dat is de samenwerking. Dus ik gun de volgende generatie dat je enerzijds je ik-gestalte geeft. Je eigen carrière, je eigen loopbaan. Maar tegelijkertijd dat je het met de ander samen doet en oog hebt voor de ander. En tot je mooiste komt. Ja, heel mooi. Dankjewel, Corine. Graag gedaan.